Hoe komen we nou van dit product tot dit product en vervolgens dit product? Hoe we dat doen, dat ga ik je nu in de video laten zien. Veel plezier! Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Je zag in de intro al wat we gaan maken. En ik wil je vandaag door dat proces begeleiden. Ik heb denk ik al eens een keer eerder een video daarover gemaakt. Dat is niet zo erg. We gaan het gewoon opnieuw doen. Want het is gewoon leuk om video's te maken en leuk om mooie dingen te creëren. Dus hoe maak je nou zo'n houten cirkel met openingen erin die je gaat vullen met epoxyhars? In verschillende kleuren. Het zij transparant, het zij metallic, het zij gewoon echte sterke kleuren. Dat proces, dat ga ik je vandaag laten zien. Dus hoe komen we nu aan datgene aan wat we in de intro hebben gezien? We gaan beginnen met het downloaden van de file, het bewerken in Lightburn, vervolgens het uitsnijden. Ik wens je alvast veel plezier met deze video. Het ontwerp wat we gaan gebruiken, dat is hier aan de linkerkant Lasercut Torus Rosette DXF file. Ik heb dat dit keer niet gedownload van www.amede.com. Je weet dat ik daar misschien weet je dat ik daar een fan van ben. Echter, de laatste tijd vind ik dat die website steeds trager wordt en regelmatig vastloopt en derhalve een beetje een pijn in je achterwerk wordt. Vandaar dat ik daarvoor een andere website gebruik. Je ziet hem boven in beeld. En dat is 3axis.co. Je hoeft niet die pagina in die 11, dat is toevallig de pagina waar ik op zit. Ik ga daar het DXF-bestand downloaden. Ik zal overigens de link van de website natuurlijk onderaan de video vermelden. Je klikt op download en wat je binnenkrijgt is een zip-file met daarin 3 verschillende versies van deze afbeelding. En dat zijn DXF-bestanden. DXF-bestanden zijn te openen met Lightburn. En je kiest simpelweg het voor jou meest geëigende bestand. Nou, dat is om te beginnen dus eventjes de werking van hoe komen we aan het model. Dan gaan we naar Lightburn. In Lightburn beginnen we met een schoon venster. En we gaan eerst even een omtrek maken van het materiaal wat we gebruiken. En wat ik gebruik is ongeveer een 4 mm dik zacht hout van 30 cm breed, 25 cm hoog. Dat is ongeveer de maat. Hoeft niet precies te zijn, maar wel dat wat ik wil. Dus wat doe ik? Ik trek een vierkant of een rechthoek. Die zet ik op de T1 toolpad, zodat die niet gelezen wordt, maar meer als referentie dient. Ik centreer hem. Dat doe ik hier bovenin met dat naar deze positie verplaatsen. Je kunt ook deze doen, naar het midden verplaatsen. Net wat je wil. Maakt niet uit als hij maar in het midden komt. En dat staat hier nu ook. En ik geef hem even de juiste maten mee. Dus een breedte van 30, 300. En de hoogte gaat 25 zijn, want dat gaat de hoogte van wat ik ga laseren zijn. Oké. Dan kan ik ons model gaan importeren. Daarvoor ga ik naar de vierde knop aan de rechterkant. Vierde knop van links aan de rechterkant. Import file. En het is een DXF en die DXF die staat in een folder die ik uitgepakt heb op mijn bureaublad. En we zien hem hier staan. Ik heb de andere twee weggegooid. Ik zei al, het waren 3 bestanden. En je kiest degene die je het liefste hebt en dat is deze. Ik ga die DXF installeren. Die is te groot. Dat zien we ook. Dus wat gaan we doen? Ik ga trouwens wel even die output aanzetten. Dan is hij wat beter zichtbaar zo. Ik ga hem namelijk tot de 25 bij 25 terugbrengen. Ik kies zo groot mogelijk. Waarom doe ik dat? Als ik straks met de epoxy ga vullen, dat is best een beetje een messy business. En hoe groter de open ruimte zijn, hoe makkelijker dat wordt om dat te vullen. Dus vandaar dat ik kies voor een zo groot mogelijke cirkel. Vervolgens ga ik naar mijn bibliotheek hier rechtsonder. Daar ga ik naar mijn afdeling zachthout. Ik pak de 3,6 mm, dat zou voldoende moeten zijn. En ik doe allebei de lijnen, zowel de blauwe, want dat is de buitenlijn, als de rode, dat zijn de binnenlijnen, die ga ik zeg maar voorzien van die settings. En die settings, die zal ik je zo even laten zien, maar dat geldt wel alleen voor mijn 10 watt laser. Die zijn 300 mm per minuut,
85% power en 2 keer eroverheen. Ja? En dat geldt bij allebei, want ik wil natuurlijk mijn hele object netjes uitgesneden hebben. Nou, dat ga ik naar de laser overbrengen. En dan gaan we zien hoe dat er op de laser uitziet. Hier zien we het snijproces. Het is relatief traag, maar dat moet ook. Want we willen wel zorgen dat alles uitgesneden wordt. Dit gaat even in beslag nemen. Daarna zien we verder. Het resultaat zien we hier. Er is wel iets heel raars gebeurd. Op de een of andere manier is hij toch enigszins verschoven. We zien hier een kleine oneffenheid. Dat ga ik oplossen met een schuurmachientje. Dat even wegschuren. En dan is dit gedeelte van het ontwerp klaar voor de epoxyhars. Zo, we gaan onze houtvorm die we gemaakt hebben, gaan we voorzien van epoxyhars. En daarvoor hebben we een aantal middelen nodig. Natuurlijk om te beginnen de epoxyhars. Deze is van de firma Epodex. Relatief goedkoop en goed te verwerken. Het heeft een verhouding van 1 op 2. Dus laten we zo zeggen, als dit 10 gram gebruikt, dan moeten we hier 5 gram van gebruiken. Dit is namelijk de verharder. Namelijk. Daarom hebben we hier ook een weegschaal staan, want we zullen moeten wegen. Een mengbeker. Kleine bekertjes, om de simpele reden dat we verschillende kleuren gaan gebruiken. En dus heeft elk kleur zijn eigen mengbekertje straks. Roerstaafjes. Een lepeltje om de kleurstof aan te brengen in de bekertjes. Alle kleurtjes, metallic, transparant. Ik weet niet wat ik ga gebruiken. Het kan best zijn dat ik alleen metallic gebruik. Ik heb geen idee van, moet ik zo meteen naar kijken. Dat zie ik wel. Schoonmaakdoekjes. Alcohol. Handschoenen die we dragen bij dit proces. Siliconen onderleggers, want dat namelijk geeft de mogelijkheid om straks de epoxy weer te verwijderen. Die er eventueel langs gaat. En waar we mee gaan beginnen zometeen is transparante plaktape. Namelijk die is nodig om op de achterzijde van ons object te plakken. Ik ga dat eerst bijsnijden en dan ga ik je laten zien hoe ik dat uiteindelijk erop geplakt heb. Ik heb dat plastic er nu onder geplakt. Voordat ik het nu ga aandrukken, want dat moeten we ook nog gaan doen, ga ik eerst even zoveel mogelijk van de rand eraf halen. Waarom? Als ik straks aan het vullen ben en ik ga met mijn hand op dit spul leren, dan plakt het aan mijn hand vast en dat geeft alleen maar rotzooi. Dus ik ga zoveel mogelijk van het excess plastic weghalen. En dan ga ik het met een visitekaartje, dat plastic er goed op aandrukken. Dat is belangrijk om te doen. Zo, ik heb de extra rand eraf gehaald. Nu gaan we het aandrukken. Waarom is dit nou zo belangrijk, lieve mensen? Epoxyhars is vloeibaar, zeker de eerste paar uren. En we gaan dat epoxyhars aan de andere zijde dus in die openingen gieten. Het gaat natuurlijk een zootje worden als zeg maar het vervolgens onder die openingen, onder het nabijgelegen stukje materiaal gaat doorglijden en het dan in het volgende openingetje terechtkomt. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Ja, dat is een beetje lastig uitgelegd. Maar je wilt dat je eigenlijk een luchtdicht afgesloten pocket krijgt bij elk openingetje, zodat we de epoxyhars daar op een goede manier in kunnen gieten, zonder dat het gaat doorlopen naar de andere kant. Is me alles eerder gebeurd dat het wel fout ging. Ik hoop dat het dit keer goed gaat. Nou ja, dat gaan we zien in het gebruik zometeen. Dus ik gebruik een visitekaartje om het aan te drukken en mijn vingers ook een beetje om het aan te drukken. Zodat ik zoveel mogelijk weet dat het er goed op zit. Voilà. En dan gaan we hier dus de epoxy in laten lopen. Oké, we gaan de epoxy mengen en dan gaan we kijken hoe we daarmee verder komen. We gaan de epoxy mengen en dat doen we op gewicht. Dat is een beetje natte vingerwerk en heeft ook wel een probleem. Want je doet er een aantal schepjes met kleurstof in, waardoor je een bepaalde kleurstelling krijgt. Moet je bijvoorbeeld bijmaken, dan is het heel moeilijk om diezelfde kleurstelling te bereiken. Nou, in dit geval ligt er niet zo wakker van. Het mag van mij een kleurig geheel worden. En ik denk dat ik, want je moet ook rekening houden met de grootte van je bakjes. Hè? Die zijn niet zo heel groot. Ik denk dat ik, wat zal ik doen? Iets van
15 gaan maken. Dus 15 gram van de grote fles en dan 7,5 gram van de kleine fles. Dan heb ik 22,5 gram. En daarmee kan ik dan een aantal van die vakjes vullen. Ik doe twee kleuren per keer, want epoxy hardt heel snel uit. En dan gaat het ook mislopen. Dan krijg je ook problemen van. Dus 2 keer 15 gram, dus 30 gram van de grote, 15 van de kleine. Maak ik twee bakjes van, ga er kleuren in mengen. Ik ga eerst wegen. Voordat ik begin te werken met de epoxy ga ik eerst handschoenen aandoen. Want je wilt geen epoxy op je lichaam hebben. Dat is moeilijk te verwijderen. Als je het toch hebt, het is te verwijderen met alcohol. Maar ja, dat is weer niet zo goed voor je lichaam. Dus als je dat kunt voorkomen, dan is dat handig om te doen. Ik pak de grote fles met epoxyhars. Ik weet niet of het goed te zien is in de camera. Dat is lastig voor mij nu. Maar dat geeft niet. En ik ga, wat zei ik, 30 gram hierin gieten. Het luistert echt heel nauwkeurig. Kijk, nu heb ik bijvoorbeeld 32 tot 33 gram. Dus nu moet ik wel 16 gram van die andere erin doen. Als je namelijk de mengverhouding niet goed aanhoudt, kan het zijn dat je epoxy dagen duurt voordat het uithardt, of misschien zelfs wel helemaal niet uithardt. Dus nu moet er 16 gram van de harder nou in, van de verharder in. Helaas zit ik voor de camera, dat weet ik. Het is gewoon een optelsom maken, dus wat erin zat, plus 16. Zo. Nou, het is een half grammetje meer, maar dat is op zich niet erg, want we hadden net ook een half grammetje meer van de grote. Dus nou, dit is de epoxy. Die moet vermengd worden met elkaar. Ik kan even de weegschaal wegzetten. Uit. Dan gaan we het vermengen. Dat proberen we zo te doen, zodat het zonder bubbels gebeurt. Dat is niet makkelijk. En schraap daarbij ook gerust over de onderzijde en de zijkant van je beker. Voilà. Hier ben ik tevreden mee. Maak even mijn spateltje schoon. Want hier gaan we straks ook met de kleur mee werken. Nu ga ik de beide bakjes die ik hier heb, die ga ik vullen met dit mengsel. Althans 50-50 natuurlijk, want dat was de bedoeling. Ook dat is weer een beetje natte vingerwerk. Maar dat geeft niks, want het mengsel, dat is de juiste consistentie. En we zien hierbij ook dat we eigenlijk niet meer als dit erin zouden moeten gaan doen, want dan gaat het bakje vol raken, zie je dat? Dat er een druppel of twee op mijn siliconen plaat valt, is verder niet zo heel erg. Ik kan natuurlijk even een doekje pakken om dat op te ruimen. Maar als het namelijk uithardt, haal je die bubbels er zo vanaf. Namelijk, dat is de grap van het verhaal. Maar goed, ik doe het even netjes. Zo. Schoon. Dat papiertje hou ik even bij me, want dat heb ik zo meteen nodig. Nu gaan we kleuren erbij halen. En laten we maar beginnen met metallic kleuren. Ik ga beginnen met Sky Blue. Pak vervolgens dat lepeltje. En doe 1 of 2 schepjes erin. Om even te kijken van wat heb ik nodig om een mooie kleur te krijgen. Laat ik 2 schepjes erin doen. Zoiets. En dan ga ik dat weer mengen. En wat er ontstaat is een metallic blauwe kleur. Terwijl even zorgen dat alles keurig vermengd wordt, dus er geen korreltjes meer blijven drijven enzovoort. Nou, deze kleur gaat zelfs nog enigszins transparant zijn. En dat is wel mooi ook.
Zo. Dan gaan we een andere kleur erbij halen. En dat er nog een heel klein beetje blauw hier aan dat ding zit. Nou ja, goed jongens, dat zij dan zo. En om te kunnen zien wat ik dan doen ben, ga ik zeg maar in mijn bakje, want er zitten wat open plekken in, zorgen dat ik weet wat ik waar gedaan heb. Zilverzwart ga ik doen. Ook een aardige kleur. Heel klein beetje erbij. Zo. Lepeltje leggen we weg. Tweede kleur ruimen we op. En ook die ga ik vermengen. En dit doen we straks natuurlijk voor alle kleuren op deze manier. Dat mogen duidelijk zijn. Wel goed vermengen. Je kunt het ook een beetje zien als je ernaar kijkt. Aan de onderzijde zeg maar, is het dan nog een beetje helder. Bovenzijde is al een hele mooie kleur. Dus dan moet het wat meer vermengd worden. Zodat we gewoon een fraaie kleurstelling krijgen. Nou, en dat is nu het geval. Dan kunnen we weer ons spateltje schoonmaken. Ik gebruik maar zo min mogelijk spateltjes. In dit geval is het niet zo erg als er een heel klein beetje van een ene kleur in een andere kleur zit. Dat is allemaal niet zo rampzalig. Zet hem even in de grote bak. Nu pakken we ons object erbij. En nou komt het moeilijkste van het hele werk. En dat is netjes gieten. En dat is echt heel erg lastig. Daarom dat ik ook een doekje erbij pak. Zodat ik het zeg maar als het ware over het doekje heen kan gieten. Ik hoop dat dat lukt. Nou, ga het niet eens proberen. Ik ga gewoon vormpjes vullen. Dit is de eerste. Pak aan de andere kant iets soortgelijks. Daar mag nog iets meer in. Oké, heel klein beetje over de rand heen gegaan. Nou ja, dit is allemaal niet zo heel erg. En ik maak in feite dit bakje op. Dat is wat ik doe. En je ziet dan dat je bijvoorbeeld hier een klein beetje erin gegaan is. Maar joh, wat maakt het uit? Het gaat om art. En art is nu eenmaal niet altijd perfect. Even kijken waar ik deze kleur ook nog kan gaan gebruiken. Ik ga hem hier maar aan doen. En zo komen we dan uiteindelijk zometeen aan het moment dat dit bakje leeg is. Even zien. En ik denk dat we nog eentje kunnen vullen. Misschien nog een kleintje. Nou, het is meer dan het lijkt, hè? Probeer ze ook een beetje af te vullen voor zover dat mogelijk is. En dit is kleurtje 1. Zo, dit ga ik met al die kleurtjes doen. En als ik daarmee klaar ben, kom ik weer bij je terug.
Zo, alle vlakken zijn gevuld. Links en rechts een druppeltje, wat in een ander vakje terecht is gekomen. Maar al met al ziet het er vooralsnog goed uit. En het is nu zaak dat het 24 uur gaat drogen. Wat ik met deze kant van het object ga doen, weet ik nog niet. Misschien dat ik dat nog een beetje schuur of zo. Moet ik even kijken of anders met lak, blanke lak kan ook. Want het ziet er natuurlijk wat lelijk uit. Hier zitten als het ware een beetje wat sporen op van het lasersnijden. Maar de andere kant zou eigenlijk heel goed moeten zijn. En als we nu over 24 uur, als alles droog is, want daar moeten we natuurlijk wel op letten. Dat onderste plastic gaan verwijderen is natuurlijk, wat nu de achterkant is, is eigenlijk dat wat we willen zien. Ik ga het 24 uur laten drogen. En dan gaat u het eindresultaat te zien krijgen. Zo, het volgende wat ik wil doen. Ik wil proberen om met een klein schuurpapiertje toch die bruine vlekken wat weg te schuren. Ik weet niet of dat lukt. Maar het proberen is het waard natuurlijk. En daar ga ik nu mee beginnen. Ja, helemaal wegkrijgen lijkt lastig. Maar iets lichter is al voldoende. En de reden waarom ik dat dan iets lichter wil hebben, is omdat we het zometeen ook nog met was gaan werken. Ik moet wel een beetje oppassen dat ik niet de epoxy echt ga verkrassen. Want dat wil ik natuurlijk niet. We gaan draaien, een stukje. Niet te veel op het midden werken. Het gaat mij vooral om die buitenranden hier. Dit is natuurlijk straks de achterkant, voor alle duidelijkheid. Dus het is ook niet heel ernstig, maar dan ziet het er misschien net ietsjes netter uit. Goed, nou, je snapt het idee. Ik ga dat schuren even afronden, zoveel mogelijk. Het zal niet schoon zijn, dat kan ik nu al zeggen, maar wel een stukje schoner. En dat is voor mij al een heleboel. Ik ben zometeen weer bij je terug. De meeste heb ik weg inmiddels. Helemaal wegkrijgen doe je het niet. Waarom niet? Omdat een heel klein beetje de epoxyhaas ook in de randen doorgelopen is. En dat is dan op dat moment zo hard dat je dat eigenlijk dan ook weg zou moeten schuren. Maar dan denk ik dat je ook het hout gaat aantasten. Want het hout is relatief zacht en dun hout. De reden waarom die vlekken ontstaan, kan ik ook wel aangeven. Dit zijn verlijmde platen. En dat betekent dat met hitte de lijm, als het ware, ook weer vloeibaar gemaakt wordt en daardoor krijg je die vlekken. Wat ik nu ga doen, ik ga met een kwastje ga ik het geheel schoonmaken. Want ik wil natuurlijk niet al die schuurresten op mijn object hebben. En dan ga ik zometeen kijken dat ik wat hout was vind, wat houtolie, die heb ik. En daar ga ik deze kant maar eens mee insmeren. En dan gaan we zien hoe dat er aan deze kant in elk geval uitkomt te zien. Ik ben zo weer bij je terug. Goed, de olie die ik ga gebruiken, dat wordt een notenolie. Reden daarvoor is, het is een wat donkere olie zoals je kan zien. En die zal wat meer die vlekkerigheid hierachter maskeren. Even openmaken. Doekje erbij pakken. Mag je rustig met papier doen, maar je mag het ook met een echt doekje doen, dat is net wat je wil. Een beetje een kussentje maken. En dan gaan we langzaamaan het hele object voorzien van een laagje olie. Dit doekje is een beetje rommelig. Ga dat zometeen even overdoen met een echt doekje. Want hier krijg je wat van datgene wat je eraf wrijft, Dus ik ga even een echt doekje erbij pakken. En dan ga ik dat overdoen. Maar dat is wat ik aan het doen ben. Olie erop.
tot slot een laagje blanke, oftewel transparante lak eroverheen. Dat ga ik natuurlijk niet hier doen. Dat doe ik even in een bak, maar dat laat ik je hier even zien. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk. Het is één laagje. En dan is de achterzijde zover klaar. En dan kunnen we aan de hand daarvan zien hoe we de voorzijde gaan doen. Je zult begrijpen, ik ben ermee aan het werk. Het is inmiddels hard geworden. Dat is duidelijk. En het ziet er fraai uit. Alleen het plastic zit er nog op. En de voorzijde moet nog gedaan worden. Dat is dan in die zin... Oké, transparante lak erop. Zo, dan is het nu tijd om het plastic aan de andere kant eraf te gaan halen. Dat is best een gevoelige, want dat is vrij lastig namelijk. Het hout is van een soort waardoor je mogelijkerwijs stukken van het hout mee eraf trekt. Dus dat ga ik heel voorzichtig doen. Ik ga dat off-camera doen, zodat u dat niet ziet en ik rustig kan werken. Ga ik kijken dat ik dat plastic eraf krijg. Tot zo. Zo, het plastic is eraf. Dat ging goed, gelukkig. Ook nu een kwestie van een heel klein beetje bijschuren. Alleen nu vooral de buitenrand. Dat het een beetje bruin blijft. Dat is de resten van zeg maar, het snijproces van de laser. Je kan dat er helemaal afschuren als je dat wilt. Ik vind het niet zo belangrijk. Kijk, het blijft creatief werk. Dus je maakt iets. En als je iets maakt, dan zitten daar ook sporen van dat maken aan. Dat vind ik juist bijdragen aan de kwaliteit van datgene wat gemaakt wordt, als ik eerlijk ben. En ik ben geen beroepsmatige handwerker. Zodanig dat je je producten verkoopt, want dat doe ik niet. Ja, het gaat behoorlijk goed. We moeten een beetje oppassen. Een beetje veel kruimels, dus ik ga deze aan de kant schuiven. En dan gaan we hier hetzelfde procedé op toepassen. En we gaan het eerst insmeren met olie. En dit keer vooral ook die buitenrand. Zo. En de laatste stap die overblijft, dat doe ik weer even off camera. Dat is dus weer sealen met een transparante lak. En dan hebben we hier het eindresultaat van datgene wat ik gemaakt heb. Een mandala met epoxyhars in verschillende kleuren. En als we dat nu tegen het licht gaan houden, ga ik proberen te doen voor je. Ja, dan krijgen we dit prachtige werk op deze manier te zien. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.